Het was goed om op je auto te laten, dus dat komt goed, hè. Houdoe. Dit is zijn plek, al 10 jaar. Dag en nacht, door weer en wind. Geen Bartje zonder het parkeerterrein aan de Raffaissestraat in de Eindhovense binnenstad en geen parkeerplaats zonder Bartje. Hij houdt de plek naar eigen zeggen inbraakvrij, maar moet nu vertrekken van de gemeente, omdat hij overlast zou veroorzaken. Ik doe alles goed, ik let op de auto's hier. Politie zegt van je doet het goed hier, Bart, er wordt niet meer ingebroken en dit en dat. En ik krijg van de gemeente, moet ik krijgen, hangen een keer dat bord op en ik moet vertrekken. Slaat ik ook nergens op. Alles goed? Zeker. En een prettige avond. Dankjewel, ja. En ik zal op jullie auto letten, hè? Superfijn. Oké. Ik heb wel eens een man betrapt, die kwam hier naartoe lopen en die zei tegen mij van, en ik ging naar hem toe. Ik zeg, wat kom je doen hier? En toen zei hij van, ik kom even kijken, zegt hij. Ik zeg, pardon, zeg, kijken, dat doe ik. Ik zeg, als je het niet goed vindt, zeg, omdraaien of wegwezen. Zeg, de keuze is jou. Dan zei hij, dan draai ik liever om, zegt hij. Zeg, dan is het goed, jongen. Volgens de gemeente komen er klachten binnen van bezoekers en omwonenden. Drankgebruik, wildplassen en geluidsoverlast. Bart Jurissen is ten einde raad nu hij weg moet en is daarom een handtekeningenactie gestart. Het zijn ongeveer 1100, 1200. Maar hier zie je het. Die mensen steunen me allemaal dat ik hier blijf staan. Die willen me niet weg hebben. Ik ben Bart, I'm the man hier, I'm the man. Gewoon roken, jongen. Ik sta hier al 10 jaar en dan laat ik me niet zomaar eventjes door mijn handen glippen door hun. Mijn leven is het. Mijn leven is het. Ze pakken mij nog wat af wat ze niet moeten doen, want dan ga ik daar in de criminaliteit en dan ben ik nog verder van huis. Dan zit ik iedere dag op politiebureau. Ik vind het geweldig hier. Ik doe dat graag. Dat is mijn roeping gewoon. Ik kan er niet meer van maken. Bartje woont in een opvanghuis van het Leger des Heils. En met zijn werk als parkeerwacht verdient hij enkele tientjes per dag bij. Om een biertje of check te kopen. Heb je nog een kleinigheidje voor mij misschien? Ik heb geen kleinigheidje. En wij laten op de auto. Dankjewel. Prettige avond. Hier komen ook mensen van buiten de stad, hè, van de dorpen. En die denken ook wel, is dat voor een rare kubus wat daar staat? Maar die kubus, dat is Bartje. Ik let altijd op de auto's. En dat kan niet iedereen zeggen. Dat kan alleen ik zeggen. Bartje Jurissen.